Good morning YouTube. Yo, gasten, welkom bij Team Lief. Ik ben Team Lief, oftewel Jeff. En vandaag upload ik een gastrol. En ja, ik wil niet... Eén ding wil ik gewoon heel goed duidelijk maken. Ga niet lopen of zitten haten. Als er iets niet goed is, stuur gewoon een berichtje. Joh, dat is niet goed of dat irriteert me of wat dan ook. Zet er dan ook bij van misschien kan je dat zo en zo oplossen. Kijk, en dan kunnen we van elkaar leren. Ik zou zeggen vast bedankt voor het kijken en ik spreek jullie later. Hey kijkers van Team Lief, ik ben Jordi95NL en ik doe hier een gastrol op het kanaal van Jeff. Ik speel vandaag Black Ops 1, dus ik heb wat anders. Ja, ik ben een beetje de laatste tijd een beetje aan het afwisselen tussen de Call of Duties. Maar eerst zal ik me eventjes even kort voorstellen. Ik ben Jordi, ik ben 18 jaar oud. Ik speel voornamelijk de Call of Duty games. Ik speel af en toe ook wel wat andere games zoals Far Cry en die dingen. Maar die zul je niet zoveel op mijn kanaal geüpload zien. Ik upload eigenlijk vooral Call of Duty. Dat is eigenlijk even wat ik kort over mij wilde introduceren. De rest kun je op mijn kanaal allemaal uitchecken. Ga ik voor de rest verder ook niet over hebben. Ik speel vandaag dus Black Ops 1 met de FAMAS, een van de overpowerste wapens van Black Ops 1. In het begin was die ook heel erg overpowered. Volgens mij hebben ze hem wel een paar keer gepatcht, maar dat doen ze eigenlijk in elke Call of Duty. In elke Call of Duty heb je eigenlijk wel een wapen wat ja, ongelooflijk overpowered is. En in Black Ops 1 was het sowieso de FAMAS, maar de AK was ook heel erg goed. En je had eigenlijk de assault rifles die een beetje, ja, een beetje overpowered waren. Ook had je de AK-74U, die was ook altijd heel erg goed. En in Black Ops 1 had je eigenlijk een paar wapens die eigenlijk altijd heel lekker speelden. En als je dan naar andere Call of Duty's kijkt, ja, dan heb je op MW3 heb je bijvoorbeeld de ACR die heel erg goed is. Op Black Ops 2 heb je de MTAR, vind ik heel goed. De AR-94, de MSMC, dat zijn allemaal wapens die goed zijn. En op MW2 had je bijvoorbeeld ook de AK. De AK merk je ook vaak, die is heel erg goed. Die is heel erg accuraat om mee te schieten. Dus ook zeker een aanrader om mee te spelen. Ik zal even mijn klasse vertellen aan jullie. Dit is de FAMAS met Extended Max. Je kan het wel zien, ik heb 45 kogels. Dat is heerlijk om mee te schieten natuurlijk. Als je hoeft niet zo vaak te reloaden. En als je meerdere enemies hebt, dan heb je niet te weinig kogels om ze in één keer allemaal af te knallen. Ik speel ook als secondaire met de Python. Daar veel ik eigenlijk nog een beetje mee in het midden van de game. Er zit wel speed reloader op, heb ik gedaan. Omdat hij anders heel erg langzaam reloadt. En dan doet hij één voor één die kogeltjes terug erin. Ik speel ook met de Streaks Attack Helicopter, de Blackbird en de Dogs. De Blackbird is vergelijkbaar met de Honorable V-set van Black Ops 2, voor degenen die dat niet weten. Die zul je maar zo meteen ook eventjes zien halen. En voor de rest haal ik nog volgens mij iets van 3 Attack Helicopters. De Dogs haal ik niet, dus daar hoef je niet op te wachten. De hondjes komen niet vandaag. Maar de Attack Helicopter en de Blackbird die komen wel. Ik speel ook met Hardline, Sleight of Hand Pro en Ninja. En dan hoor je maar één pro-perk. En in Black Ops 1 was eigenlijk al het geval dat je echt... het was niet zo heel erg makkelijk om perks pro te halen. Het was altijd een beetje die challenges die je moest halen. En sommige challenges die waren echt heel erg afhankelijk van of je bepaalde game modes speelde. Zoals Demolition volgens mij. Dan moest je spelen voor Ninja Pro volgens mij. Dan moest je bepaalde bombs defuse of planten. Ja, en daar ben je heel erg van afhankelijk. Dus als je Black Ops 1 perks pro wilde halen, dan moest je echt bepaalde challenges gaan halen. Dat is ook wel een beetje leuk. En op Black Ops 1 had je ook allemaal speciale challenges en contracten die je kon kopen. Die je dan extra punten konden bezorgen of extra COD money. Want Black Ops 1 is tot nu toe de enige game met COD money. En voor degenen die Black Ops 1 niet gespeeld hebben, COD money, daar kun je eigenlijk je wapens mee unlocken. Je moet wel met eerst het juiste level voor het wapen hebben. Maar daarna moet je ook nog eens genoeg COD money hebben om bepaalde dingen te unlocken. Dit hebben ze ook volgens mij gedaan, omdat in in MW2 altijd de grenade launchers heel erg overpowered gebruikt werden. En de spel unlock is ook een stuk later en je moet ze ook nog eens kopen en ze zijn nog niet zo sterk. Dus dat hebben ze eigenlijk een beetje proberen tegen te gaan en dat is heel goed van Treyarch. Hebben ze toch nog iets goeds gedaan. ik eindig dit potje eigenlijk met 33 om 10. En alsnog verliezen we eigenlijk deze game. Je ziet wel dat het nou een beetje gelijk opgaat. Alleen mijn team, ja, ik weet niet wat voor gasten dit zijn. Maar volgens mij hebben ze nog nooit Call of Duty gespeeld. Black Ops 1 moet je vooral niet meer kopen als je nu gaat beginnen met spelen. Ja, nou trouwens, dit is de enige Call of Duty van de oude generatie waar er volgens mij nog geen hack in zitten. MW2 zitten hackers, Call of Duty zitten hackers. Call of Duty 4 bedoel ik. En volgens mij World at War de laatste tijd ook al. Dus het is eigenlijk wel... nog aan te raden om hem te spelen. Alleen om ermee te beginnen. Dat het spel kost niet zo heel duur. Maar ik zou eerder aanraden om gewoon MW3 te kiezen of zo. Je ziet mij hier ook op de map Summit spelen. Die zit in de nieuwste map pack van Black Ops 2. Volgens mij heet hij daar anders, maar ik heb hem op de PlayStation heb ik hem nog niet. Die is daar nou niet op uit. Dus ik zou het op dit moment nog even snel niet aan mijn hoofd weten. Dat ben ik eventjes vergeten.
Maar ja, dat vind ik ook wel leuk dat er een paar maps van Black Ops 1 terugkomen in Black Ops 2. Dus, dat is ook wel leuk omdat je dan maps een beetje herkent. Hoef je niet helemaal die map opnieuw te leren kennen. En op MW2 had je dat ook altijd. Had je maps van COD 4 die altijd terugkwamen in een beetje een nieuw stijltje. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk dat ze dat doen. Dat mogen ze maar wel vaker doen. Ik heb nog wel een paar suggesties op Black Ops 1 die ze van mij er terug in mogen doen. Ze hebben al een paar leukste maps zoals Firing Range teruggebracht. En Nuketown. En nu dus Summit. En ik had zelf eigenlijk ook nog in gedachten om WMD misschien terug in te plaatsen. Vind ik eigenlijk ook wel een hele leuke map. En de rest van de mappacks vind ik eigenlijk, die van Black Ops 1, die maps eigenlijk allemaal niet heel erg leuk. Dat heb ik eigenlijk altijd bij de Call of Duty's. Je verheugt ze eigenlijk op die mappacks, je koopt hem altijd. Alleen, ja, op de een of andere manier zijn ze nooit echt heel erg leuk om te spelen. Ik weet ook niet waar het aan ligt. De mapmakers denken van, nou ja, dat zijn toch maar maps, daar kunnen we lekker geld aan verdienen. En dan, iedereen koopt ze toch wel. Ja, eigenlijk is het ook wel zo, dat is heel slim gedacht. Alleen, ik vind wel dat ze een beetje bij na mogen denken. Dus, of gelijk in het begin van de game al die maps uitbrengen. Want dan heb je een hele hoop maps erbij. Hoppa, lekker hoor. Heb je heel veel variatie. Want dan zit je eigenlijk heel de tijd te wachten in de mappacks. En dan heb je een paar keer gespeeld en denk je van, ja, er is eigenlijk helemaal niks aan. En je ziet dus mijn attack helikopter haal. Ik ga steeds net dood als ik die streaks haal. Maar goed, ik speelde hier dus met hardline. Daardoor haal ik ze steeds op een 6 streak. En dat is ook heel handig om te doen. Hardline gebruiken om eerder je streaks te halen. In ieder geval, het potje zit er bijna op hier zo. Hij zit er hier op trouwens. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En ik wil Jeff bedanken voor het uploaden van deze gastrol. Ja, laat zeker een like achter op zijn kanaal. Dat zal hij vast leuk vinden. En dan wil ik jullie als laatst nog bedanken voor het kijken. Laters. Ja, en die is best wel lekker. Ja, het is een leuke commentary. Meestal geef ik ook nog wel wat tips mee. Ook voor jou, Jordi. Zorg gewoon voor dat je niet je mic opvreet. Want af en toe heb je geluid. Ik moet het even. Dan is al helemaal zo tot de kut te vinden. Weet je, dan. Ja, ik weet het niet. Maar ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Het is. Je moet je microfoon even verder van je afzetten, ietsjes, weet je. Dan wordt het geluid even wat beter. Ik zou zeggen, ga gewoon door zo. Blijf gewoon uploaden. Dan kom je er heus. Bedankt voor het kijken, heren. Tot later. Vergeet natuurlijk niet even een duimpje. Ciao.